De deal is rond. Voor 44 miljard dollar is Elon Musk de nieuwe eigenaar van Twitter. The bird is free, de vogel bevrijd, schrijft Musk zelf op het social media platform. En hij wil dat iedereen weer welkom is op Twitter. Hoe dat er allemaal uit moet gaan zien, daar ga ik over praten met Amerika-kenner Raymond Mens. Ja, ik zat even te kijken. 110,5 miljoen volgers heeft de beste man zelf. Hoeveel heb jij er? Nou, ik denk 6.000, een stuk minder. Oké, okay. Maar goed, in ieder geval is het dan eindelijk definitief rondgekomen. Ja. Een van de meest opmerkelijke zaken is toch wel Donald Trump, want die zou zijn rentree wel kunnen gaan maken. Ja, ik denk ook dat dat gaat gebeuren. En dat hangt eerlijk gezegd van Donald Trump af, omdat Trump natuurlijk geschorst is van Twitter voor onbepaalde tijd, omdat hij heeft opgezet het Capitool te gaan bestormen, hè, en ook andere dingen heeft getweet waarvan Twitter zegt van ja, dat loopt zo uit de hand, dit kunnen we niet meer toestaan. En Elon Musk heeft altijd gezegd, dat vind ik een foute beslissing. Iedereen is dan gewoon welkom op Twitter. Zeker als ik het ooit voor het zeggen krijg. Nou, dat heeft hij nu, want hij heeft het nu voor het zeggen. En heeft al zijn eerste beslissingen daar genomen. En de laatste berichten zijn ook dat de komende dagen Donald Trump zijn account weer terugkrijgt. En ik zeg, dat ligt aan Trump of hij dat wel of niet doet. Ik denk van wel, maar waarom hij daar misschien even over moet twijfelen, is omdat hij natuurlijk onlangs, omdat hij van Twitter geschorst is, ook zijn eigen social media platform, wat op Twitter lijkt, heeft opgericht. Ja. Dus de vraag is zeker of hij dat natuurlijk wil achterlaten. Ja, maar hij zou het ook alweer voelen als een soort van zoete wraak om terug te keren op dat platform, waar hij natuurlijk ook ongelooflijk veel volgers heeft. Nee, 100%. En het is het grootste platform wat hij heeft, Trump. De grootste megafoon die tot zijn beschikking staat. En die komt op een cruciaal moment, omdat er volgende week natuurlijk congresverkiezingen in Amerika zijn. Dan wordt bepaald wie de meerderheid in het congres krijgt. En in heel veel staten waar dat beslist kan worden, zie je Trump-kandidaten tegenover democratische kandidaten. En die staan nek aan nek. Dus alle beetjes helpen. En de verwachting is dat als dat voor Trump goed gaat, dat Trump daarna natuurlijk zal zeggen, kijk eens, dat komt door mij. En bij deze stel ik me ook meteen kandidaat voor 2024. En als hij dan ook Twitter heeft, dan maakt dat hem natuurlijk een stuk machtiger, kansrijker en in ieder geval een stuk invloedrijker. Nou, we kunnen ons als journalisten weer de borst nat maken, want dan zouden er weer interessante tijden aanbreken. Zeker. Maar is dit een hele bewuste actie van Musk, hè, om Twitter weer open te gooien, juist voor bijvoorbeeld Donald Trump, om het platform toch een ander imago te geven dan misschien wat meer dat correcte imago? Ja, jij zegt het is feest voor journalisten, dat klopt. Maar ik heb 4 jaar met Donald Trump op een manier geleefd dat ik 's ochtends wakker word en dan moest kijken wat heeft hij nou weer getweet en wat is er nu weer aan de hand. En dat zal dan zometeen weer business as usual zijn. Ja, Elon Musk zegt iedereen moet op Twitter welkom zijn, want het is eigenlijk het wereldwijde dorpsplein. Hè. Daar hebben we er maar één van, dat is Twitter in zijn ogen. En daarom moet iedereen daar welkom zijn. Tegelijkertijd, dit is natuurlijk een hele rijke zakenman, heeft met grotendeels eigen geld voor 44 miljard dit platform gekocht. Hij zal ongetwijfeld ook winst willen maken. En dat helpt natuurlijk ook als je dan een aantal mensen op Twitter hebt die ook nieuws maken. De vraag is wel hoe dat natuurlijk gaat werken. Hè? Want hij heeft ook gezegd, Twitter heeft altijd moeite gehad met voldoende reclameinkomsten genereren. Dat moet en kan anders, zegt Elon Musk. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die zeggen, ja, wij willen misschien niet geassocieerd worden met een Donald Trump, maar we hadden ook een Kanye West kunnen noemen, die dingen zeggen waar wij het niet mee eens zijn. Dus hoe dat precies gaat, dat moeten we nog maar zien. Een van de dingen die hij sowieso wil veranderen, is dat al die anonieme accounts verdwijnen en dat jij en ik, en dan krijgen we een vinkje achter onze naam, nou Pim en Raymond, die bestaan echt. Maar dat Truus 1976, die misschien niet bestaat, dat die dan verwijderd zal worden. Ja, we zagen net al beelden, kunnen we misschien nog een keer laten zien, dat Elon Musk binnenkwam met die gootsteen in zijn handen. Goed lachs, zie ik hier, maar er werken 7500 mensen bij Twitter. Er werd ook wel gezegd van, nou, die mogen ook vrezen voor hun baan of een gedeelte daarvan, want hij heeft al topmensen ontslagen. Ja, nee, daarom zeg ik, hij heeft nu ook echt de macht in handen binnen het bedrijf. Het is een privaat bedrijf, dus hij kan zelf beslissen wat hij daarmee doet. En op dag 1 heeft hij ook al een aantal mensen in de top, financiële, maar ook juridische mensen, een belaan uitgezet. En hij heeft ook al bekendgemaakt dat van al die mensen die er werken een heel groot deel moet verdwijnen. Omdat ze eerst maar eens wat meer geld moeten genereren. En hij denkt dat met een stuk minder mensen Twitter toe kan. Dus ja, je zag hem gisteren op die borrel bij Twitter verschijnen. Daar stond iedereen heel graag met hem te babbelen. Dat doet ze natuurlijk expres, want deze man moet je een beetje... Je zou maar stof zijn en je al die tijd compleet veilig waren. Ontdek onze krachtigste stofzuiger. Dat is kwaliteit die haar tijd ver vooruit is. Ontdek de snoerloze Miele Triflex Hikes 2. ...niet houden, want er gaan zeker heel veel banen bij Twitter verdwijnen de komende tijd. En dat roept natuurlijk ook weer de vraag op hoe Twitter dan verder gaat opereren met bijvoorbeeld accounts die nepnieuws verspreiden. Daarvan kun je zeggen, het is
is een wereldwijd dorpsplein, dus dat moet kunnen. Iedereen mag zeggen wat hij wil. We gaan het sowieso niet verbieden, dat heeft hij al gezegd. Maar je kan ook zeggen, Twitter gaat daaronder, wat ze ook bij corona bijvoorbeeld een aantal keer deden, hè, zeggen van nou oké, dit klopt misschien niet helemaal, en hier kun je meer informatie over bijvoorbeeld corona vinden. Ja, daar heb je natuurlijk wel mensen voor nodig. Ja, interessant hoe dat allemaal eruit zou gaan zien in de toekomst. Hij wil geld verdienen met Twitter, dat is duidelijk. Geld verdienen met Twitter is volgens mij zo makkelijk nog niet. En de vraag in het algemeen is natuurlijk, hoe kun je veel geld verdienen met social media platforms? Wat is de gouden greep die wil doen? Ja, nou, voor de duidelijkheid, hij zegt zelf, ik wil er niet per se geld mee verdienen. Ik doe dit voor wat ik van de mensheid hou, maar ik denk, we hebben hier met een miljardair te maken, die wil natuurlijk ook wel geld verdienen. Het kan zijn dat het een soort uit de hand gelopen speeltje voor hem is, maar ik denk dat hij ook wel geld wil verdienen. Ja, dat moet toch door, denk ik, meer gebruikers te krijgen dan dat ze nu al hebben op het platform. En tegelijkertijd meer mogelijkheden bieden voor bedrijven om reclame te maken. Het zal een combinatie van die twee dingen moeten zijn, denk ik. Je zou er nog aan kunnen denken dat je ook als Twitter-gebruiker wat extra kan betalen en dat je tweets dan beter worden bekeken. Dat zou mij helpen, want ik heb ook maar 6.000 volgers. Maar goed, dan ga je natuurlijk wel heel ver in ook weer het verpesten, zoals ik het maar even noem, van het algoritme. Waarvan hij ook al zegt, van wat heeft dat voor invloed op welke tweets er wel of niet bovenaan staan. Het moet veel vrijer worden gegeven. Ja. Dus hoe je dat precies gaat doen, is nog niet duidelijk. Nee, maar wat ik ook bedoel is dat hij daar een soort van totaalervaring van wil maken. Dat Twitter dus niet alleen wordt om tweets heen en weer de wereld in te slingeren, maar dat je er bijvoorbeeld ook je aankopen kunt doen en dat soort zaken. Ja. Is dat een reëel streven van hem? Ja, ik denk het wel, want hij zegt, ik kijk naar Twitter en daar zie ik eigenlijk dat het een heel kleinschalig opgezet iets is. Hè. Ook al is het wereldwijd gebruikt, maar dat je eigenlijk een tweet verstuurt en dat is het dan. De mogelijkheden zijn eindeloos en die moeten we maar eens gaan benutten. En ik denk dat hij dat dorpsplein wil uitbreiden. Dus het is nu een dorpsplein als in ik zeg wat en jij zegt wat terug. En dat gaat dan over het virtuele dorpsplein. Maar die rode loper moet uitgerold worden en daar kunnen we nog veel meer mee. Denk inderdaad wat jij zegt aan betalingen, maar denk misschien ook aan video's of zo. Dus niet video's tweeten, maar dat je ook misschien video's kan bekijken. Dat kan van alles zijn. Ja. Ik denk dat hij flink gaat sleutelen in ieder geval. En hij zit in ieder geval barstens vol ideeën, want anders legt hij er geen 44 miljard dollar. Nee, benieuwd ook of het maximaal aantal tekens dan nog gaat veranderen. Weet je dat aan of niet? Ja, daar is ook altijd veel over te doen natuurlijk. Ja, nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij heeft gezegd, het wordt hoog tijd dat je ook gewoon je tweets kan aanpassen. Dat zou heel fijn zijn. Wat dat niet kan, is belachelijk, zegt hij. Dus dat zou inderdaad heel fijn zijn. Ja, nog één punt erin, wat wel belangrijk is natuurlijk. Elon Musk, die dan als een van de rijkste mensen op aarde een social media platform overneemt. Is daar ook veel kritiek op vanuit Amerika, vanuit de wereld? Ja, jij zegt net, omdat Elon Musk het ook zelf getwitterd had, hè, the bird is free, de vogel is vrij. Daar zeggen overheden natuurlijk ook, ja, maar wij willen helemaal niet dat die vogel vrij is. Natuurlijk moet die vogel en alle vogels dus op Twitter wel vrij zijn, maar het moet ook gereguleerd worden. Daar bestaat een vrije samenleving ook uit, dat je wel iemand hebt die kijkt of de regels worden nageleefd. Dus ik denk dat Europa daar heel streng naar gaat kijken. Dat hebben we ook al bekendgemaakt. Ook in Washington wordt wel gekeken naar, kunnen we hier zelf ook wat invloed op hebben. Tegelijkertijd is Twitter natuurlijk hiermee het zoveelste bedrijf dat door hele rijke mensen bestuurd wordt. En dat wordt natuurlijk ook door oprichter Mark Zuckerberg bestuurd. En die hebben ook de andere bedrijven overgenomen. Dus nieuw is het niet. Grote kranten zijn ook vaak in de handen van miljardairs. Maar dat Washington en Brussel kijken naar, wat kunnen wij hiermee? En kunnen wij zelf ook nog dingen doen om tendensen die wij niet willen tegen te gaan? Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Oké, helemaal mens. Dank voor je toelichting en tot snel weer.